So? Ik ga weg. De vader is verplicht tot onderhoud van het kind. Je laat hem toch wel betalen? Nee. Heb je hem geschreven? Nee. Maar u gaat hem toch wel schrijven? Nee! Dreverhaven is uw vader. Ik heet hem mijn moeder. U bedoelt, Dreverhaven wilde zijn verantwoordelijkheid niet nemen? Nee, dat was het niet. Na de bevalling gingen we op kamers, in Oost, ver van hem vandaan. Naar Oosten. Ze huurt een kamer in de Zeilstraat. Op nummer 142 voor 7 gulden in de week. Ze verdient in de huishouding bij 3 gezinnen in de Schilderswijk en bij een dokter op de handelskade. En het kind? Heeft het een naam? Jacob. Jacob Willem. Dreverhavens boodschap bestond uit 3 woorden. Het aanzoek werd begeleid door een postwissel met een passend bedrag. Retour afzender. Dreverhaven nam het geld weer terug. Om het haar een maand later weer toe te zenden. Waarop zij het weer terugstuurde. En hij het de volgende maand opnieuw liet bezorgen. Retour afzender. Het duel met de postwissels duurde meer dan een jaar. U wilt misschien even binnenkomen. Nu het geld 13 keer heen en weer was gereisd, besloot ze dat het tijd was om hem te schrijven. Er is waar in binnenkast 37,50. 20 gulden. Er is waar in binnenkast 40 gulden. 42,50. 42,50. Er is waar in binnenkast 42,50. 42,50 eenmaal. 42,50, andermaal, andermaal. En dan 117. Het was niet de eerste keer dat de afwezigheid van mijn vader ter sprake kwam. Maar telkens als ik vroeg wie of waar hij was, antwoordde zij stevast hetzelfde. We hebben niks van hem nodig. We hebben niks van hem nodig. Daarna zweeg ze. Als altijd. Dag, ik ben van hier tegenover. Als het niet ongelegen komt...
Mijn vrouw is gestorven. Die is overleden. En nu heb ik gedacht, zo puur en alleen van zien dan, dat u misschien zou willen weten dat ik een vrije partij ben. U hoeft natuurlijk niet meteen te beslissen. Ik zal over uw voorstel nadenken. Mijn moeder twijfelde. Maar het leek mij een goed idee als ze met deze man zou trouwen. Helaas zouden we door mijn eigen schuld al snel uit zijn buurt verdwijnen. Dezelfde dag besloot mijn moeder haar koffers te pakken en een ander onderkomen voor ons te zoeken. Avond had ze nog niks tegen me gezegd. Maar ik wist dat ik haar groot verdriet had gedaan, omdat ik tijdens het gevecht de controle over mezelf volledig was kwijtgeraakt. Ik nam me plechtig voor me in de toekomst onder alle denkbare omstandigheden te beheersen. Dat is een mooi voornemen, meneer Katadreuffe. Maar hebt u zich daar vanmiddag aan gehouden? Ja. Daar heeft Dreverhaven anders weinig van gemerkt. Dat zijn uw woorden. Hoe dan ook, u hebt Dreverhaven vanmiddag ontmoet. En ik neem aan dat dat niet de eerste keer was. Nee. Door de verhuizing kwamen we dichter bij hem in de buurt te wonen. Bij de haven. Mijn moeder kocht er een naaimachine om daar voortaan onze huur mee te verdienen. En voor mij wachtte er in het nieuwe huis iets dat later een grote rol zou spelen. Waren geschreven in een vreemde taal. En toen bleek dat de vorige bewoners naar het buitenland waren vertrokken, mocht ik ze houden. Vanaf nu zou het een stuk makkelijker worden mijn tijd met haar in stilte door te brengen. Dagenlang bestudeerde ik de meest schitterende afbeeldingen. En al snel bleken de vreemde woorden minder ondergrondelijk dan ik gedacht had. Mijn moeders eeuwige zwijgen had me aanvankelijk doen denken dat ze mijn aanwezigheid slecht kon verdragen. Pas later begreep ik dat mijn karakter botste met het hare. Onze omgang was stroef en zou altijd stroef blijven, omdat wij elkaars tegenpolen waren.